Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe editie van Thursday Thursday. Dit keer gaan we het hebben over de lievelingsrum van Jan Smink, onze chef. Het is de Ronza Capa, 23 jaar Solera uit Guatemala. Even kort, wat is nou eigenlijk rum? Bij het produceren van suiker heb je suikerriet nodig. In de tijd van de koloniën werd dit al uit landen uit Azië door de kolonisten meegenomen naar de Caribische eilanden. Onder andere in San Salvador begon Christoffel Columbus met het aanplanten van suikerriet. Zo begon de rietproductie eigenlijk voor suiker, dus die geraffineerde suikerriet. Maar het bijproduct was molassen. En dit bijproduct is nou juist nu populairder dan suiker vroeger was. Waarom is dit nou populairder? Omdat van molassen kan je rum maken. Rum is natuurlijk helemaal het genotsproduct geworden uit koloniën, omdat het ook een beetje een roesproduct was, waardoor mensen zich prettiger voelden en een beetje de tijd vergaten. Tevens was rum ook het product van de piraten die zich vestigden in Havana. Ter ere van het 100-jarig bestaan van de plaatsje Zacapa in Guatemala werd de rum in eerste instantie in 1976 gemaakt ter ere van dat jubileum. Solera, Sistema Solera is vergelijkbaar met het systeem waarin sherry's in dus het zuiden van Spanje in Jerez de wijnen worden gerijpt. In dit geval rijpt daarin de rum. Het is een combinatie van vaten waar al eerder Amerikaanse whisky in heeft gezeten, sherry of PX. De combinatie juist van dit vatensysteem en het continu afvullen van nieuwe molassendistillaat met al gerijpte molassendistillaat krijg je een mengsel van 6 tot 23 jaar gerijpte rum. En die blend die zorgt er dus natuurlijk voor dat je dat hele fijne karakter krijgt en dus ook echt die lagen van smaak. Onze chef drinkt de Zacapa het liefst na het diner. Bij een lekkere kop koffie of gewoon puur om het diner mee af te sluiten. Het is natuurlijk een smaakbom, het is een product met veel karakter. Voornamelijk na het diner komt het beste tot z'n recht. Als we kijken naar de aroma's van deze rum, komen we heel veel warme elementen tegen. Zoals stoffen, karamel, misschien een beetje dat crema laagje van koffie. Daarnaast veel notige aspecten, misschien zelfs een beetje gedroogde van dadel of vijg. Een rum met veel karakter, veel lagen van smaak en dus echt ook mooi om zo puur te drinken. Leuk dat je weer keek naar deze editie van Thursday Thursday. Laat nog steeds achter in de comments als er dingen zijn die je graag wil leren, graag wil weten. Of gewoon om te laten weten wat je ervan vindt. Voor deze keer proost en tot volgende week.